Dames en heren, jongens en meisjes. Ik heb hem ook goed verstopt eigenlijk, hè. Ik moet even... Oké, als jij even Pokélex erin vertikt. Ja, enter. Boom. Vandaag hebben we niet zomaar een video. Maar we hebben een hele bijzondere video. Waar begint hij? Waar zit die set eigenlijk? Hiervoor nog. Dat is hem. Ik heb hier een heel mooi mappie. Een heel bijzonder zeldzaam mappie. Namelijk... de Southern Island Map. En zonder grap, deze map met de kaarten erin... is gewoon €500 waard. En we hebben de map. Oh, we hebben ook de kaarten. Ja, let's go. Jij hebt al een tijdje. Deze hebben wel een hele poos liggen. Ja. Oh, kijk eens hoe mooi. Oh. Maar nu willen ze wel natuurlijk van dichtbij zien. Nu willen ze het van dichtbij gaan kijken. Ik ben alleen even de map nodig waar deze kaarten in zitten. En dat is van Neo Genesis. Tot zo. Het is deze map. Het is de eerste. Oh? Oh, wacht! Ik weet al wat er aan de hand is! Heb je die niet meegerekend? Ja, mijn vermoedens was dat ik die nooit zou krijgen! Dus ik heb nooit rekening... Of wacht even, of hij moet in een andere map passen. Maar ik heb in mijn hoofd... Kan je ze vasthouden? Dat is dan pijnlijk, want deze map... Ja. Dan moet je alles... Oh? Nee, nee, wacht. Die, tot en met 75. Of... 75. Nee, ik heb hem wel. Ja. 75. Nee, ik heb hem wel. Ik heb rekening gehouden. Als het goed is. Kijk hoeveel. Weet je, kijk hoe cool al deze kaarten zijn. Ik kan er niet meer aan. Is het ook echt 75? Het zijn er echt 75. Ik heb er rekening mee gehouden. Er is één paginaatje vrij. Voor de Southern Collection. Zie je, kijk. Ja. Het zijn ook 18 kaarten, dus hey, boom. Deze mag weg. Moet je nagaan dat we een keer de tijd genomen hadden om al die dingen uit te rekenen, uit te zoeken. Oh, maar het is ons gelukt. Jaren zoeken. Ik ga het hier even... Nee, dat is waar. Dat is niet waar. Nee. We hebben niet jaren gezocht, maar... Oh, het is ons gelukt. En de map ziet er heel goed uit. De map is echt in goede conditie. Kaarten ook trouwens, hoor. Ja. Oké. Wat zullen we gaan doen? Gaan we ze op volgorde in de mappen doen en ook op volgorde eruit halen? Ik vind dat wel een leuke. Dan kan iedereen zien hoe de kaarten zijn. Kijk hoe fancy deze kaartjes zijn. Ik dacht een leuke backdrop, maar ja, dat gaat niet echt. Kijk hoe fancy... Ja, ik wil ze wel zo snel mogelijk in een goede sleeve hebben. Ja, hij is wel mooi, ja. En hoe zijn ze dan per kaart? Kijk. Oh, Charizard. Ja, die doet zijn dingen. En heb je daar een Pidgeot. Wil je echt de kaarten, wil je de prijzen erbij hebben? Nou ja, je kan het beste gewoon de volledige set rekenen. Dat is gewoon zoveel waard. En als je kijkt, en dat is het gave van deze set. De volgende is Pidgeot. Ik haal de volgende, de kaart die erachter zit ook meteen uit. En dan hebben we dat gedonder ook niet. En hier zie je dus Pidgeot op Mew. En Mew weer in de kaart van Pidgeot. En als het goed is, is de volgende kaart... Oh, geen Venonat, maar dat is een Onix. Oh, ja, en die zie je Onix, ja. Ook daar. Oh my god. En wat komt er na Onix dan? Kijk hoe vet deze kaarten zijn. Nu krijgen we Onix, ja. Dat is echt heel gaaf. Ja, je ziet heel veel Pokémons die hierin zitten, zie je weer terugkomen. Dat vind ik een super nice art. Gewoon dat dat terugkomt. Oh, kijk hoe vet deze Onix... En deze kaarten, ik kan je één ding zeggen, hè. Ze zijn echt... goede conditie. Clean, netjes. Zo, oké, wie krijgen we nu? Togepi. En bij Togepi zien we al een War Turtle op de achtergrond en een... Wat zou dat zijn? Een Cyndaquil. Ja, maar... ik zat ook al te denken aan Cyndaquil, door dat rode achterkantje bij de ampjes. Maar echt, kijk, dus die kaarten echt... clean gewoon. Holy frieten, moet je kijken, joh. Aww. Ja, deze set is echt... Deze krijg je niet zo 1, 2, 3. Oh, kijk, hier hebben we Ivysaur. Oh ja, Ivysaur. En dan zie je ook weer Togepi op de achtergrond. Ja. Oh, moet je nagaan hoe moeilijk het is om deze sets te krijgen. Je hebt ze wel, maar je betaalt gewoon echt de hoofdprijs. €500, boom. Het is gewoon een hele oude serie ook gewoon. Raticate. Tada, die hebben we ook. Ja, we hebben gewoon de hele complete set. Kijk, en dan zie je daar weer Ivysaur. Ja. Zo lijp. Ja, als het goed is, het volgende is Ladybug. Ik dacht dat zou een Slowbro zijn of een Slowking, maar Nou, dat is oeh, je hebt daar zelfs een vleugel van. Of Vero, of van een Ho-Oh. Kan je dat zien trouwens? Ja, daar. Ja. Het is geen blad. Kijken. Het is geen blad. Oh, maar hier zit wel een sloking weer in. Wie moest ik hebben? Oh ja. Ladybug. Die heb ik hier al liggen. Maar misschien is dat een hint, weet je wel, van sloking. Kijk hoe netjes die achterkant ook is. Oh ja, je ziet die Jigglypuff oortjes. Ja, is je nu Jigglypuff? Is dat de volgende? Ja. Ja, dat is ook weer de volgende. Kijk hoe gave set het is, hé. Want eigenlijk is het gewoon één grote art, in principe. Of één lange art. Ja, het is allemaal met elkaar verbonden. Kijk, oh. Jigglypuff, Weepinbell en een Dodrio. Ja. Maar volgens mij is dat niet de volgende. Nee, een Butterfree. Maar ze komen ook niet voor verder. Oh, wat vet. Oh, weet je hoe cool het is om gewoon te verzamelen? Op deze manier wil je toch alles verzamelen? Heb je zweethandjes? Ja, ik heb echt zweethandjes ervan. Oh, Butterfree. Dus mocht ooit onze collectie verkocht worden, die krijgt mijn zweethanden op deze kaarten erbij. Gemarkt. Holy frieten. Ik kan jullie alle achterkanten laten zien, maar ik kan je niet zeggen, dat is echt super egaal. Oh, en dan straks gewoon in je eigen mappie en dan is dat completed. Oh, deze kaart is vet. Kijk die Dragonite. Oh. Ja, deze kaart is wel gaaf. Tentacruel. Oeh. Sommige sleeves zijn wat strakker dan andere. Ja, klopt. Dat maar dat gek. Maakt niet heel veel. Nee. Meryl. Oh, dat vind ik zo'n lieve Pokémon. Meryl, dames en heren. Een Magikarp. Met een Magikarp. De volgende is een Lapras trouwens. Die is echt heel vet. Ik heb ook zo'n Magikarp muts. Dat is echt cool. Ah, nou, ik denk dat we ons volgende huis gewoon heel veel Pokémon spullen zullen zien. Wacht, is dit de laatste kaart? Haal ik die er alvast even uit. Kun je deze terug doen in de map? Want dit is de oorspronkelijke... Oh, echt? Ja. Nou, ik zou het wel compleet houden als ik jou was. Daar hebben ze in geleken. Kijk, deze Lapras. Ja, weet je, stel dat iemand zegt, ik wil heel graag die map, ooit. Ja. Dan heb je wel de set compleet. Kijk eens, de Dratini op de achtergrond bij de Lapras. Super cool. Oh, wacht, heb jij nog niet eens gezien? Kijk, hier. Ja. Oh! Ja. Oh. Kijk, wat hebben we nu? Een Executor. Zit er ook een Aerodactyl tussen, of niet? Is er een Aerodactyl? Wie maakt de meme? Geen Aerodactyl, maar... Ken je ook de Pokémon Kyroge? Ken je die? Nee. Kyroge? Nee? Dat was er ook eentje. Kyroge. Oh, Kyogre. Kyroge. Kijk eens, Executor. Vet lijp. Ah, dat klinkt tot... Kyroge. Sloking, super lijp. Deze War Turtle ook heel lijp. Op het strand gewoon. Strand op de achterkant. Moet je nagaan dat je... Zou dit allemaal van dezelfde illustrators zijn? Ja, dat denk ik wel, want het is toch... hoeft niet. Niet? Maar dat is raar. Nee, zie je? Ik wist het. Dit is van iemand en dit is van iemand. Oh, er zijn twee soorten of zo? Ja. Vileplume. Vileplume. Oh, ja. Vlieplume. Dat is de Vlieplume. Net zoals de Aerodactyl. Oh. Ja, dat is echt nice. Ja, daar zie ik geen andere Pokémon. Okay. Nee, alleen een Oddish. Nee. En dan hebben we als laatste de Primeape, samen met Venomoth. De prima AP. Sorry, ik moet die grapjes blijven maken. Sorry, het spijt me. Ik ben zelf ook niet altijd de beste in het uitspreken van een Pokémon-naam. Maar Primeape, ja, dat is wel echt een toppetje. Dat betekent... Dat je het in een mapje kunt doen. Een mapje gaat komen. Oh! Op zich, je kan het zo zien. Ja, oké, ik kan het zo zien. Oh. 1, 2... Wie had ooit gedacht dat we de Southern Island collectie erin zouden hebben? Ja, wanneer heb je dit eigenlijk gehaald? Ik weet niet meer. Maakt niet uit. Ga ik ook niet zeggen, want als ik jou elke keer ga zeggen wat ik aan Pokémon kaarten haal en niet, krijg ik elke keer te horen... Hoe heb je dat nou ook weer gehaald? Ik wil wel even disclaimen. Hij zegt altijd wel ver van tevoren of hij het wel gaat halen of niet. Of hij het moet gaan halen. Hè? Ik overleg wel. Ja, overleg altijd. Maar als ik een kans zie om iets te halen, duik ik er bovenop. Zonder met mij over te leggen? Kans is wel aanwezig, ja. Tot nu toe hebben we dat nog nooit gedaan. Of... Ja, maar je weet dat ik dat toch altijd goed vind. Hé, dat scheelt, hè? Ik vind het net zo leuk. Dat helpt wel, draagt wel bij. Oh, kijk dan, de laatste twee. Is die gewoon vol. Dan hebben we gewoon een hele lekkere Southern Island Collection completed. Oh, nice. Weet je ook hoeveel mapjes daarvan zijn gemaakt? Nee, maar de oplage is echt heel klein. Ja, nee, precies, dat bedoelde ik. Oh, wat top. Dames en heren, ik presenteer u allen de Southern Island Collection. En hij is echt waanzinnig lijp. Holy frieten. Mocht je meer van dit soort verzameling video's willen zien, want ik heb nog wel wat meer dingetjes liggen, kan ik je zeggen. Laat dan even een hele dikke vette like achter onder deze video. Vergeet niet te abonneren. De afspraak staat nog steeds, hè. Tot en met eind december, als we 50.000 abonnees hebben gehad, kan je kans maken op een hele mooie, sappige Golden Cherry Heart. Wil je deze winnen? Vergeet niet te abonneren en deel deze video met al je vriendjes en vriendinnetjes. Je opa, oma's, ooms en tantes. Ja. Abonneer, 50.000 abonnees. Eind december brengen wij deze naar jou hoogstpersoonlijk toe. Bedankt voor het kijken, tot de volgende keer en ciao!